zeggen? Mag ik nog één zeggen over radio-dj's? Mag ik er één ding over zeggen? Klik een beetje een oude lul, maar vroeger als je radio zette, hoor je lekker muziekje, rustig stemmetje, kon je rustig wakker worden. Tegenwoordig, die ochtend-dj's, die zijn druk. Vergeleken met mij zijn er boeddhistische monniken. Maar voor dat tijdstip... zijn ze fucking druk. Radio tegenwoordig is allemaal heel hysterisch tegenwoordig. Ze draaien bijna geen muziek meer. Het gaat volgens mij ongeveer tegenwoordig als volgt. Dit is Radio Annabel. Radio Annabel. 504 op de eten. Hey, goedemorgen dames en heren. Dit is Jeroen van den Berg hier op radioannabel.nl. We hebben een hele leuke uitzending vandaag met lekkere muziekjes. En er zit ook een leuke gast. Vandaag gast Philip Geubels. Philip, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Philip, goedemorgen. Philip, heb jij een beetje een leuke dag aan? Ja, ik ben net pas wakker, hè. Doe net pas mijn ogen open. Dankjewel, Philip Geubels. Heb jij een vraag voor Philip Geubels? Meld het even naar jeroen@radiobel.nl of via Twitter, Instagram of Facebook. Of SMS van 1234 op Radio Annabel. Oké, dames en heren. Natuurlijk gaan we ook muziek draaien. En natuurlijk zijn we heel benieuwd wat deze week de knetterhit van de week is. Maar voordat we er tegen gaan, gaan we eerst even naar het verkeer. Johnny Suiker, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, John. Is het een beetje druk op de weg? Nou ja, we hebben vrachtauto's omgegooid. Dus files op de gebruikelijke plekken. Oké, dankjewel, John. Tot volgende keer op Radio Annabel. Oké, dames en heren, natuurlijk gaan we snel weer verder. En natuurlijk gaan we ook even nu naar het weer. Mag even een hit voor je. Het weer, Margreet is lekker weer. Ja, is lekker weer. Oké, dankjewel. Tot volgende keer op Radio Annabel. Oké, dames en heren. Voor we verder gaan, nog even dit. Heb jij een doei dat bij elke hartslag ergens op de wereld een ziek kindje wordt geboren? Steun dat zieke kind en stort geld op Giro 555. Wauw! Daar ben ik even stil van. Maar niet te lang. Luister. Nee, alles gaat snel bij mij. Alles gaat snel. Relaties gaan ook heel snel bij mij. Weet je wat het is? Relaties, het is niet voor mij gemaakt. Echt niet. Relaties zijn voor mij net als McDonald's. Je hebt er onwijze zin in, je vreet in één keer op, maar daarna voel je je kutsmerig en opgeblazen. Weet je trouwens wat ik laatst ontdekte? Als je alles 10 keer zo snel doet, heb je uiteindelijk 10 keer zoveel meer rust. Kijk,
Als je alles 10 keer zo snel doet, heb je tijd over. Die tijd kun je gebruiken om dingen af te raffelen die normaal tot te langzaam zijn. Als je dingen die afraffelt, die normaal tot te langzaam zijn, als je die dingen nou 10 keer zo snel doet, heb je nog meer tijd over. Ideaal. Die tijd die je over hebt, kun je gebruiken voor hobby's. De hobby's. 10 keer zo snel, dan kun je 10 hobby's doen. 10 hobby's heb je natuurlijk zo meer ontspanning. Dan zeg je gelijk, als we langzaam buiten adem, heb je best alles 10 keer snel, gaat alles 10 keer snel, dan kut, ik ga te snel. Ja, ik heb hem meegenomen.